De hele waterlijn had hier vol met kamperende gasten moeten staan. Maar ja, helaas hebben we de gasten eerder moeten laten vertrekken. En andere gasten heb ik even moeten bellen dat ze nu niet konden komen. Maar vanmiddag werd duidelijk dat een ander deel van de camping niet door het water getroffen zou worden. En dus konden sommigen na 2 dagen uitstel alsnog hun tent opbouwen. En anderen, die vonden het hoge water alleen maar mooi en wilden niet weg. We stonden eerst ginds achter op het veld. 300 meter verder gingen ze op en dat is het laagste punt. En dan zegt de campingbaas, het lijkt me verstandiger dat jullie even goed in de gaten houden dat vandaag morgen moet je wel weg. Nou, dan hebben we dus gezegd, het lijkt ons verstandig om te vertrekken dat hij dat zegt. Maar we willen wel graag blijven. We willen graag naar een hogere plek en we willen graag zien hoe zich dit ontwikkelt.